allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik ga vandaag even op kantoor werken, een paar uurtjes. Ik ben namelijk staan, want ik heb les met Max. Ik heb er al een weekje niet meer opgezeten. Ik ben Bante Gigopractor en ik was druk met fotoshoots en foto's editen. Dus daar ben ik nu ook nog wel druk mee, maar we gaan hem gewoon weer vlekken oppakken. Dus neem ik jullie daar weer in mee. En het rijden ga ik met een andere camera filmen. Kom hier, Annie. Ja, ik kom wel einde bij het bos. Lijn, de ruzie met de lijn. Zo, hier. Gaan we een andere camera filmen. Want normaal gesproken film ik alles met mijn telefoon. Alleen het duurt dan ook wel best wel lang voordat de computer staat. En met de gewone videocamera staat er zo op. Dus doe ik het even switchen. Nou, ik kom op de stal aan en ik zie gewoon daar Maxie staan. En ik weet het, zit deken, zit dat magneetje zit los. Ik heb een verbreed stuk besteld en die is onderweg. En daar is Tim. Kijk of ze met ze mee willen lopen. Zo wel leuk zijn. Ik heb geen hamsters, maar we gaan het gewoon proberen. Hi jongens! En Stanley loopt gewoon mee. Pak je ook? Nou, niet. Dan hebben we alleen Stan. Kom Stan. Maxi! Nou, dat is een wonder, maar Stanley loopt gewoon achter me. Ik heb geen holsters. Geen idee van Maxi. Maxi denkt ik ga eten. Nou, dan gaan we Stanley doen. Kom maar Stan. Nou, Max wou niet meelopen, maar Stanley wel. Hij twijfelde even, maar ik heb hem even met zijn voorblok meegenomen. Dus dan ga ik nu even Stanley even wat grondwerk, even wat oefenen. Want morgen gaan we ook weer stukjes opnemen voor de auditie. Hij wordt echt een oudere man, dan begint hij een beetje gruizig te worden. Nu natuurlijk nu door zijn wintervacht lijkt het erger. Ik heb nog niet eens mijn kast open gedaan. Ik pak hem even pitloos nu. Ik gooi zijn deken af, ik heb niet zo heel veel tijd, want ik moet om 1 uur moet ik op Max zitten. Het is nu 12 uur, dus ik ga even 20 minuten met Stan aan de slag. En dan ga ik daarna Maxi pakken, Maxi opzalen, want ik wil 1:15, 10:15 wil ik op Max zitten voor de les. Max zitten voor de les. Het is vandaag woensdag en ik ga zo naar stal, want ik heb net even een paar uurtjes gewerkt. Ik ga zo naar stal, ga ik mijn Maxi even rijden. Ik heb gisteren niet verteld hoe de les ging, maar de les ging niet zo heel erg lekker. Max was wat gespannen en ja, niet zoals ik hem kende. Ik heb het wel gefilmd, maar er was nog iemand in de buitenbak, of in de binnenbak, dus ik kan niet echt die materiaal gebruiken. Nou, ik ben op stal. Stanley is erachter, ik moet jullie even wat laten zien. Eén moment. Kijk, deze kant valt nog mee, maar hij ziet er niet uit. Ik weet niet waar die heeft in liggen rollen. Maar kijk. Deze opa, mijn opaatje, is lekker vies. Nou, ik dacht, ik ga Maxi rijden. Alleen Maxi, die ligt nu net lekker. En hij is aan het oefenen voor de graasmasker. Maar ja, ik vind het weer zo lullig om hem nou... Zegt, kom op meneer, ga staan, je mag niet liggen. Maar goed, ik heb ook last van mijn oog, dus misschien wil ik gewoon een andere dag gaan rijden. Morgen of zo. Ga ik gewoon even plukjes voor geven, zodat hij gaat snappen dat hij door dat ding kan eten. Hm? Kijk, zo schattig. Ja, het is natuurlijk wat natter, dus ze kunnen, de paden zijn wat natter, dus ze kunnen... Nu wel wat minder liggen, ondanks dat er genoeg schuilplekken zijn om te liggen. Maar ja, moeten ze dat wel doen natuurlijk. En als je dat niet doet, maar wel in een stalletje, nee, dan doen we het maar even in een stalletje. Dus luisteren we daar maar even naar. En misschien dat dan zo meteen komt eens mee op Stanley rijden. Misschien dat we hem daarna nog even doen. Maar ik kijk wel echt, ik heb ook last van mijn oog. Het is niet anders, soms moet je gewoon even naar je paard kijken. Hi, het is vandaag donderdag, ik moest even nadenken. En ik heb zometeen les met Stan. Ik ben even mij komt foto's maken, hartstikke leuk. En daarvoor ga ik nog even met Maxi trainen. Daarna gaan we naar de Applejack, want volgens mij zijn er heel veel aanbiedingen. Tenminste, rijbroeken zijn heel in de aanbieding, dus
Gaan we daarna even kijken. Enja! Dus dat. En ik neem jullie gewoon weer even gezellig mee. Waarom ook niet. Ik merk met vloggen dat ik wel altijd heel goed begin. Maar de dag eindigen, dat is wat lastig, hè? Maar goed, maakt verder niks uit. Gisteren heb ik Max niks meegedaan. Want Max lag heerlijk op stal te slapen. En tegen de tijd dat hij er stond, was mijn nichtje er om op Stanley te gaan rijden. Dus die is daarna op Stanley gereden. Ik heb daarvoor nog wel even wat grondwerk gedaan met Stanley. Maar het ging niet zo lekker. Maar goed, mijn nichtje die heeft wel even lekker gehoppeld op hem. Dus vandaag weer een nieuwe start. Vandaag heb ik les met Stanley. Dus super veel zin in. En dan gaan we gewoon werken aan waar het wat minder gaat. Nou, ik ben op stal. Ik ga Stanley hoofdstel pakken die ergens achter blijft haken. Hoofdstel. En Maaike gaat foto's maken. En met deze aap gaan we eerst aan de slag. En daarna is Max aan de beurt. Waar is Stan? Wij zijn onderweg naar de Applejack. Nee, je ding gaat langzaam. Oh, ik heb hier geen deur voor. Grondschap. Nou, ik heb deze gepast. En op zich zit hij wel lekker. Dus is goed gekeurd. En een zakje. Het is vrijdag en ik ben op stal. Ik heb zojuist les gegeven. En ik ga zo Stanley pakken, want ik ga even op Stanley rijden. En dit keer gewoon lekker met het zadel. Ik heb alweer even niet meer op hem gereden. Dus ik ga hem nou weer met... het rijden wil ik wel wat meer oppakken. Dus we gaan nu lekker rijden. Nou, Max zal heel graag mee. Ik heb daar een bak hooi. En dan moet hij terug zelf gaan uitzoeken. Ja. Ik ga even Stanley rijden. Ik heb er super veel zin in. Dus dat ga ik even doen. Waarom mijn jas uit? De zon schijnt. Het is wel warm. Dus ik ga Stanley rijden. Het is nu 1:15. Dus ik wil een half uurtje, 3 kwartier ongeveer gaan rijden. Ja. En dan gaan we nog wat met Max doen. Dus ik ga nu niet dat hij er overheen stapt, maar zo meteen wel met draven. Dus denk ik een kwartiertje, 20 minuten. Wie gaat met hem doen? Hey, jongen. Ja. Normaal gesproken doe ik 's morgens niet een hele lange wandeling. Maar het is zondag en ik heb de tijd en ik hoef pas om 10:30 weg. Ongeveer 10:15, 10:30. Want dan ga ik weer foto's maken. En daarna ga ik door naar de paarden. Ik heb 3 fotoshoots staan. Dus ik ben 11 uur de eerste, om 12 uur 2 andere. Dus ik verwacht rond 1:30, 2:00 weer op stal te zijn. En dan ga ik wat met de paarden doen, wat weet ik nog niet. Even kijken. En nu ook is het tijd om met 1,5 uurtje te lopen. Maar het is best warmer dan ik dacht. Ik was helemaal ingepakt met muts en al. Nu kom ik buiten en denk ik, zo extreem koud is het niet. Het is gelukkig al droog. Beter dan gisteren. Gisteren was echt dramatisch.
ben ik ook niet naar stal gegaan. Want zo slecht weer. En op zaterdag is het altijd heel druk. Nou, dan is altijd iedereen in de binnenbak bezig. Wat ik begrijp natuurlijk. Maakt nu geen zin in. Dus hou je lekker een half uurtje met Annie lopen. Kom, pak je bal. Pak je bal dan. Hi. Nou, ik ben op stal. Ik heb al een hele ochtend opzet. Ik heb 3 fotoshoots gehad en een postjebehandeling van een paard van mijn stalgenoot. Ik ben Maxi even aan het poetsen. En dan ga ik zo even wat met Max doen. Even wat grondwerk. Hi Max. En Stanley staat daar achter. En die ga ik zo die middag in vrij. Want ik denk dat ik zometeen wel een beetje moe ben om nog wat met Stanley te doen. Maar dat maakt niet uit. Misschien ook Stanley nog even zo even nog wat kwastje even 10 minuten geef. Maar voor nu ga ik eerst deze aap doen. Max, nou, pak hem dan weer. Max had die ding vast. Ik ga een vierkantje maken. Max die hielp eventjes. Kijk, ik wil het graag helpen. Maar het is niet echt veilig met die touw eraan. Dus ik kijk, nu staat hij op de touw. Kom, terug. Hop, zo. Nu is het er weer vanaf. Maar in ieder geval, ik ga even daar een blok van maken. Ik kan niet echt filmen, het regent. Beetje jammer, want ik ga hier iets heel leuks mee doen. Maar ga ik wel een keer in een andere video over uitleggen wat ik met dat blok ga doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik ben ook te volgen op Instagram, Paard Dans Met Mij en willekekoopman.fotografie. En laat even een reactie onder de video wat je van deze video vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!